reactie? Ik krijg geen reactie op pijnprikken. Nou, voornamelijk de longblaasjes, die klappen dan. En dat geeft dan allemaal wat eruit komt. En dat komt dan in je bloed en dan allemaal dingen. Een keg is een stukje hout die je ergens tussen kan slaan. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Farien en vandaag loop ik een dag met BC-opleidingen. En BC-opleiding is het enige opleidingsinstituut waar je de civiele en brandweer duikopleiding kan volgen. En daar heb ik heel veel zin in. En ik moet even opletten, want ik ben aan het auto rijden, maar holy shit, dit wordt zo fucking gaaf. Ik wou echt dat ik mee het water in kon en ik hoop trouwens ook tussendoor dat jullie mij scherp zien. Ik kan het niet zien, want ik heb echt heel veel tegenlicht en ik zie sowieso nog geen reet, want ik heb natuurlijk mijn ogen laten lezen. Maar holy shit, echt, ik heb foto's in, ik wou echt dat ik mee het water in kon. Maar goed, ja, daar leid ik gewoon de mensen te veel mee af. En dat snap ik wel. Ik heb er fucking veel zin in. Dus ik ga er lekker naartoe rijden en dan zie ik jullie als ik er ben. Kan je hier ooit een soort gat krijgen? Dat het helemaal zo gekke scenario. Nou, dat... Er komt heel veel water uit. Maar die camera die ik boven niet zien, hè? Ja, ja, ja. Die dat is die camera. Skort. Ja. Wow, dat ziet er wel echt dik uit. Kan je daar weer? Hier zie je het filtratiesysteem, hè? Dus hier wordt. Gaat terug naar boven naar het filtersysteem. Nou, als de duikers boven klaar zijn, dan gaan ze beneden duiken, dan gaan ze naar buiten toe. Dan moet je buiten. Ja, dus dat gaan we nu. Zijn ze er nu al mee bezig of niet? Ja. Oh, je kan hier zo naar buiten. Ja. Oh, niet. Ja. Nou, dan zit je dus vast. We sluiten vaak af dat er meerdere groepen zijn en soms wordt zijn de systemen al gekeurd. Ja, nee, dat zal ik wel. En klaar voor een nieuwe groep en dan mensen... Dat iemand zomaar al daar... Dan denk je, het systeem is werkt niet, pak ik leen wel even een andere set. Nou, dit wordt wel spannend iets. Oh, het ligt eraan. Oh, hier heb je al die... Zoals je buiten gaat duiken, krijg je weer een nieuwe set. Wat is nou de situatie die is bijgebleven? Is er wel eens wat gebeurd dat iemand echt zo in paniek raakte of dat... Nou ja, dat je echt dacht, niet. We hebben nooit hier een noodsituatie gehad. Maar wat me wel eens bijgebleven is dat we bijvoorbeeld een brandweerklas hadden. Mm-hmm. En die waren in de duiktoren bezig geweest. Die hadden hun opleiding afgerond. Die waren donderdag klaar met het duiktorendeel. Ja. Vrijdag gingen we hun eerste buitenwaterduik doen. Nou, dus je mag pas buiten duiken als je boven... Dat is de brandweer, hè? Oh, dat is alleen de brandweer. Civiel mag wel, alle twee. Civiel wel. Als wij, zeg maar, de verplichte... duikoefeningen, minuten en handelingen hebben afgerond, dat leggen we wel vast. Dan ben je daar klaar en dan ga je verder oefenen buiten. Dan krijg je hier dus een nieuwe set. Hè. Dus diegenen die dus nu buiten zijn, die hebben dit dus bovenal helemaal afgerond? Ja. Dus je komt niet buiten voordat je boven dat hebt afgerond wat je... Maar waarom zaten zij dan nog net boven dan? Gewoon nou, zij gingen boven oefenen met de helm. Dus de eerste, omdat het een nieuw systeem is, begin je altijd weer even in de duiktoren. Je begint altijd, dat is doof. Ja. Okay. Dus de introductie is altijd geconditioneerd. Oké, maar toen begonnen ze dus vrijdag met buiten duiken en toen? Ja, klas duiken en jongens, ga maar duiken, daar ligt een autovrakje. Ja. Zwem er maar naartoe, kijk maar eventjes en dan kom je weer terug. Nou, dat hadden we gedaan. Maandag komt deze jongen, en dat was een van de betere duikers binnen. Ja. Die komt terug en die zegt van, hier heb je allemaal spullen. Dit is niet meer mijn beroep. Hij zegt, ik heb het hele weekend niet geslapen. Ik kan me niet voorstellen dat ik voor mijn werk een in auto zo'n... moet naden en daar zit een echt lijk in. En hier is een Kop in. Nou, dat is dus iemand die is gekeurd, What? Heeft een assessment gehad. Hij was dus toch niet klaar om een overleden iemand in een auto te vinden? Nee, in de praktijk, toen hij gerealiseerd had, want dit is maar een pop. Stel dat maar dit kan een mens zijn? Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Ik kon daar niet mee klaarkomen. Holy shit! Ja, dus hij stopte de opleiding. En ik heb wel heel veel respect voor iemand die dat durft te zeggen. Maar ik begrijp de jaloezie wel een beetje. Nee, dat was gewoon een oprechte... Nee, maar dus dadelijk gaat het helemaal los. En dan mag je met hun verder. Watergaat. En die jongen die daar links staat, die hoort bij jullie? Ja, dat is de instructeur.
Want dit is de eerste keer dat zij hiermee naar buiten gaan? Nee, dat vandaag voor het eerst hier aan het duiken. Ah. Misschien gisteren, maar ik denk vandaag voor het eerst. Ah, hij moet zijn slippers nog onder water aandoen? Ja. Serieus? Dat loopt niet heel makkelijk. Nee, ja, dat snap ik, maar dit is lekker makkelijk aan. Is dat wel makkelijk aandoen te doen? Jawel. Dat ga je trainen en oefenen op een gegeven moment, hè? Oh, ik wou echt, de volgende keer zorg ik echt dat ik een GoPro mee heb, want dan kan ik die onder water doen. Ja. Maar we kunnen zo kijken, want je hebt daar ook water. Ja, dat is wel cool, maar het is wel cool als je dan echt onder water met zo'n cameraatje zo... En dit was 15, hoeveel stond hij nou? Ik denk dat hij op 9 meter zit. Ah, oh, hij zit gewoon nog op 9 meter. En uiteindelijk kan je dat plateau omlaag doen, toch? Naar 21 meter diepte. En waar oefen je voor die 30 meter dan? Dan gaan we naar het Markmeer. Hier heb je het Markmeer. Oh, dan ga je echt... Dit is Markmeer en hier vlak achter, hè, daar heb je de... Daar ga je richting Amsterdam. Ja. Of Almere, net wat je wil. Dus we hebben hier een duikvaartuig zitten, dus de Triton. Daar zit ook zo'n container dat op. Dat is dit of zo? Ja, die boot die daar ligt. Ja, die boot? Oh, je gaat op die boot dan? Ja, en die pontons gaan mee en dan gaat er een decompressietank mee. Dat is die tank, ja. Die we binnen hebben staan. Ja, ja. Die zetten we op dat ponton, die gaat mee. Omdat in Nederland is een verplichting dat als je dieper dan 15 meter duikt, ja, moet er altijd een decompressietank binnen 2 minuten of 3 minuten aanwezig zijn. Voor de extra lucht, toch? Nee, voor degene die onverwachts omhoog schiet, die heeft die last van die belletjes. Ja, ja, ja. Oh. Dan zie je die tank stoppen en dan breng je die weer onder druk. Oh, is dat ook die tank waarvan ik zei dat we daar, of we daarin konden? Ja, maar dat heeft een decompressietank. Ja. Nou, ik ben hier met Hans. En Hans is? Wat ben je? Ja, wat ben ik eigenlijk? Ja, wat ben jij? Ja, wat ben iets ik met eigenlijk? De marine, dat zei ik wel. Toen zei ik nog, heeft u nog goede connecties bij de marine, of ja, niet? Ja, nee, ik heb helemaal goede connecties bij de marine. Ja? Ja. Ik kon nog wel een keer met de marine meedraaien, maar dat is moeilijker dan je denkt, hoor. Dan heb je ze net twee jongens gemist. Nee, ik stond erbij. Ik heb erbij gestaan, maar dat wist ik helemaal niet. Die zijn van de marine. Nou, de gemiste kans. Ja. Maar ik heb 38 jaar bij de marine gezeten. En marine, voor de mensen die dat niet weten wat het is, op water, toch? De marine is inderdaad op het water. Met zo'n huge schip. Ja, met varende schepen, ja. En alles op water? Alles op het water, maar we hebben ook onderzeeboten, die zijn onder water. Ben je wel eens daarin geweest? Ja, zeker. Ja? Ja. Oh, dat was niet helemaal mijn ding. En niet? Ik heb zeg maar wel altijd onder water gezeten, maar dan als duiker. Maar waarom was het niet jouw ding dan? Ja, ik vind het ook s'avonds lekker om buiten op dek te lopen. Ja, oké. Okay. Oceaan. En dan maar dan zat je echt heel lang onder water? Ja, dus in 6 weken kun je niet buiten kijken. Ja, 6 weken? Ja. Heb je al 6 weken onder water geweest? Nee, want ze zei van, dat ga ik niet doen. Dat vind ik niet leuk. Oh, joh. Nee, maar dat is ook de marine, hè? 6 weken. Dat is wel dus lang, hè? Dat is wel lang. Dus ik heb gekozen om duiker te worden bij de marine. Ah. Dus ik heb altijd onder water gezeten. Maar, dan... maar als je bij de marine werkt, hoef je niet meteen je duikopleiding te hebben? Nee. Nee, zeker niet. De marine is een prachtig bedrijf met heel veel disciplines. Dus je kan bij de marine... En dan gaat... Houden. Dan ga je bij de marine. En dan wil je een vak doen bij de marine. Dus je kan bij de marine technische dienst gaan doen. En dan weet je alles over motoren. Ja, over die schepen. En, maar je kan ook wapentechnische dienst. Dan weet je alles over... Zo'n gekke mitrailleur die op dat skirt. Maar je kan ook bijvoorbeeld kok worden. Kok bij de marine kan je ook worden. Ja, dat is saai, hè? Maar dan ga je niet bij de marine. Saai. Nou, als je bij de marine werkt, word je er gewoon achter die gans aan. Zo. Nee. Kijk, Lex hier, hè, die heeft een carrière move gemaakt. En Lex die was in zijn vorige leven kok. En die wordt nou duiker. Dus het kan allemaal, hè? Wil duiker worden. Ik was meer, ja. Maar ik was, je was hobbykok. Ik was hobbykok. Hobbykok. Ik was meer een beetje ingerold op moest werk zoeken. Dus zo'n hopeloze werkzoekende die kok is geworden. Ja. Zoiets. Zoiets. Okay. Daarnaast heb ik mijn hele carrière als duiker gewerkt. Onder water, boven water, bij de explosieve opruimingsdienst gezeten. Bij de... Dus ja, bommen en mijnen, die zoeken wij... Bij de EOD. Ja. Daar wil ik ook nog een keer mee meedraaien. Volgens mij heb ik de perfecte man gevonden. Maar dat is wel moeilijk. Ja. Ja, maar de EOD gaat niet zo makkelijk, denk ik. Ik denk niet dat zij zeggen, nou kom maar een dagje meedraaien. Nou, als je toch bij de marine bent, moet je dat meteen even aanbieden. Ja, maar als ik bij de marine ben, dan moet ik eerst nog komen, hè? Ja,
Weet jij hoe ver ze zitten nu? 4. Ja. Oh. Nee, dat is nog niet zo diep, nee. Ze gaan een noodprocedure doen. Dus dan zie je het op het beeldscherm. Deze moet zogenaamd dood zijn of zo, of in nood. Nee, ik doe dat komt zeker niet. Ik heb echt geen reactie voor je. Geen reactie. Klopt geen reactie. Ja, ik wilde je net vragen, wat zijn ze nu aan het doen? Ja, wordt het zo'n dag? Nee hoor, dit is een module waar we eigenlijk de civiele markt gaan bedienen. Maar wat gaat er nu omheen dan? Dat is ook lood. Er zit zeg maar een beetje te veel lucht in zijn benen, waar je onder water last van hebt. En als we daar een beetje gewicht aan zijn enkels zetten, dan blijven zijn benen wat meer onder water zitten. Dus nu krijgt hij ook, dat doen we dan, enkelhoofd. Is dat zo zwaar? Zo'n kleine streppie? Ook per been, hè? Dus nu, gewikkeld. Doe je dat ook als je aan het werk bent? Juist. Als je onder water gaat werken, dan moet je juist goed stabiel kunnen staan. Ik heb die loodschoenen gezien. Oh ja, maar dat is nog helemaal van vroeger. Maar die zijn echt kapot zwaar, ja man. Dus we kunnen weer afdalen. Hebben ze een gereedschap mee? Ja. Maar als zij dus aan het werk zijn en ze blijven dus niet goed genoeg onder water, dan krijg je even zo'n strepje om en dan blijf je... Maar die hebben ze dan eigenlijk altijd wel om. Maar we zijn nu niet echt aan het werken, want er ligt hier een speciale kist, die moeten met boutjes en moertjes in elkaar zetten. Ja, dat hadden we gezien. Dat is gewoon oefenen, toch? Alles wat we doen is hier handig worden. Deze mensen worden de bouwvakkers onder water. Ja, dus deze jongens kunnen straks zagen. Die kunnen bouwen en moeren. En dit zijn een soort gewoon geritsel waar ze staan voor. Wat? Oh joh, dat is kapot. Ook dat is interessant. En deze kan je aan de voorkant. Oh, in je helm gaat een snoertje? Nee, geen snoertje, een snoetje. Een snoetje? Een snoetje, kijk hier. Hier. Dit stukje, ja? Daar valt je neus in. Ja, ja. Dus als je deze aan de voorkant, vanaf de buitenkant dus, ja? Kan je deze naar binnen en naar buiten duwen. Ja, ja, ja. Gewoon, en als je hem dus naar buiten hebt, dan zit hij als het goed is een klein beetje van je neus af. Ja. En als je hem naar binnen duwt, dan zit hij weer op dan je komt neus. Hij tegen je neus aan. Okay. Dat is dus eigenlijk het vergelijkbaar met je neus dichtknijpen wat je net ja? boven water ja, ja. Oh, oké. Okay. Dus met zo'n helm hoeft dat niet? Nou ja, dan doe je het op een andere manier. Ja, dan doe je het op een andere manier, ja. Maar je hoeft niet zo... Nee, want je kan er niet bij. Maar met zo'n masker kan je er ook niet bij als je zo'n plastic masker... Met zo'n masker heb je een soortgelijk dingetje heb je hier inderdaad. En dan is dit siliconen. Ja. Dus dan kan je dat hele siliconen ding kan je een stukje omhoog duwen. En dan moet je ook wel zo doen? Of doe je dat met dat siliconen... Nee, je neus wordt dus dichtgehouden of door dit dingetje. Ja. Of door dat blokje wat in je maar dat was zit. Wat net moest je doen? Dat, ik, ja. Dat hoeft alleen maar als je in die tank gaat? Dat hoeft alleen maar als je in de tank gaat. En op het moment dat of als je een keer te water komt. Zou scuba duiken met gewoon een mondstukje, zeg maar. Dus ja. Als je niet een volle glazen masker is, dan moet je het ook doen. Dan kan je bij je neus komen. Door een gewoon normaal snorkelmasker bijvoorbeeld. Dus dan kan je daar van buiten... Kan je en wat voorkom je dan als je dat doet? Of als je dat... Ja. Als je dat, zelfs dat je trommelvliezen ontploffen. Heel oh, dat kan ook nog. Nou ja, je kan ook nog bubbels in je bloed. Jouw trommelvliezen zijn hele kleine, dunne vliesjes. Dus op het moment dat die druk daar van buiten op komt... En die druk die voel je dus... Ja, totdat je het gelijk maakt. Maar stel dat ik dat in het vliegtuig doe, werkt het dan ook? In het vliegtuig werkt het ook, maar werkt dus omgekeerd. Want hier ga je dus naar beneden, in het vliegtuig ga je omhoog. Ja, verschrikkelijk. Balen. Ik heb altijd oortje in, anders red ik het niet. Ja. Van die, ik heb altijd mijn vestje voor oortje in. Dus als je wilt duiken en je hebt gevoelige oren, is dat wel iets om rekening mee te houden. Ja. Om wat extra voorzichtig mee te doen. Ah, maar je hebt ook nog bubbels in je bloed, kan je nog krijgen. En je hebt nog duikers, wat zei Paul nou? Je hebt twee voornaamste onderscheidingen. En dat is eigenlijk overdrukverwondingen. En je hebt... daadwerkelijk decompressieziekte. En met je oren bijvoorbeeld, dat zou een overdrukverwonding zijn. Dus er komt te veel druk ergens op. Mm. En dat kan gewoon dingen kapot maken.
De andere kant wat het mogelijk is, wat dus inderdaad gas wordt opgenomen. Dat was het. In je bloedbaan. Ja. En als je dan te snel omhoog gaat? Ja, dan moet dat gas, wat je, nou als je bijvoorbeeld nu zitten ze ongeveer een uur beneden. Dus dan heeft dat gas een uur lang druk opgebouwd in jouw lichaam. Dus in je spierwezen. Maar zij zouden dan, wat moeten ze zo dan doen? Nou, op het moment dat de druk in hun lichaam dusdanig hoog wordt, dat het een bepaald niveau bereikt, en dan hoeven we nu allemaal niet heel erg uit te kijken over welk niveau dat dan is, maar als het een bepaald niveau bereikt, ja, dan kan dat schadelijk zijn op het moment dat je dus in één keer omhoog komt. Dus wat hun zouden moeten doen als ze bijvoorbeeld 2 uur beneden zijn, afhankelijk van de diepte, dat ze dus halverwege of vlak bij de oppervlakte, meestal op 3 meter, ja, dat ze daar even blijven wachten, zodat het lichaam de tijd krijgt om dat opgenomen om dat uit te ademen. En wanneer weet je of ze op dat punt zijn dat dat moet? Is dat... Daar hebben allemaal hele slimme mensen, die hebben daar heel goed over nagedacht. Die hebben vervolgens allemaal mariniers het water ingestuurd om te bevestigen of niet te bevestigen wat zij dachten dat klopte. En daar zijn uiteindelijk tabelletjes uitgekomen die zeggen van nou, als je naar 18 meter gaat, dan kan je daar bijvoorbeeld 70 minuten ongeveer. Dus het is tijd en het is diepte. Het is tijd met elkaar berekend. Uiteindelijk komt daar een algoritmetje uit wat moeilijker is dan dat wij met z'n tweeën kunnen begrijpen. Al langer, alleen dan moet je dus als je boven komt, of heel rustig naar boven en daar even wachten. Moet je, kort gezegd moet je langzaam naar boven, zodat je lichaam de tijd heeft om het uit te halen. Andere alternatief is dus, waar we het net over hadden met de decompressietank, is dat je dus snel naar boven komt, ondanks dat je lichaam zegt van hey, stoppen, dan moet je hierboven moet je ook ontzettend snel zijn, zonder dat die belletjes dus eigenlijk de tijd krijgen om bepaalde effecten te genereren, dus waar je bijvoorbeeld ziek van wordt. En dan moet je dus binnen 4 minuten moet je dus in de tank zitten op druk weer. Hoe lijp is dat, joh? De beste manier om het uit te leggen is als jij hier een ademteugje boven water neemt. Ja. Dan adem je 3-4 liter in. Ja, ja, ja. Dan zit er nog wat lucht in je longen, dus bij elkaar heb je ongeveer 6 liter. Ja. Als jij datzelfde ademteugje neemt onder water, dan voelt dat alsof je gewoon normaal ademhaalt 3 liter inademt. Maar omdat de lucht samengeperst is, adem je eigenlijk 6 liter in. Dus als je dan de waterdruk weer weghaalt, dan vergroot het, want dan is het niet meer samengedrukt. Dan is het zoiets... Dus dan wordt het groter. Dan wordt het verdubbeld, wat je in hebt geademd dan. Ja, op 10 meter wordt het verdubbeld. Holy want je hebt, hier heb je 1. En dan klappen dan gewoon je longen uit 1 of zo. Ja, als je vanaf 10 meter bijvoorbeeld inderdaad helemaal niet zou uitademen en wel volle longen hebt, dan vinden je longen dat heel vervelend en dan gaan voornamelijk de longblaasjes, die klappen dan. En dat geeft dan allemaal gas wat eruit komt en dat komt dan in je bloed en dan zijn we allemaal binnen gedrukt. Nee, maar niet binnen. Ja. Dus, maar je moet dan dus wel onder water ademen. Dus, maar stel nu dat je nu duikt en je haalt geen adem en je komt weer omhoog, dan gebeurt er niks, toch? Dus als je naar beneden gaat en je gaat daar ademen, dan moet je dus, dan begint het proces. Juist. Interesting. Very interesting. Interesting, ja. Nou, thanks. Nu zit de bailout erop. Hij is gelokt. Dus je kan hem nu even opendraaien, dicht en tot 10 tellen. Wat moeten we nu doen? Wat is dat tot 10 tellen? Tot 10 tellen is heel even wachten dat we de lucht de kans geven om te ontsnappen. Uit die helm? Uit dit gedeelte aan de zijkant vooral. Ja, ja, ja. En als het daar na 10 seconden nog steeds in zit, wat je nu hoort, dus het laat het er zelf uit, dat betekent dat hij niet lekt. Oké. Okay. En stel dat die lucht er nou nog wel in zit en je gaat duiken, gebeurt er dan wat? Of als de lucht erin blijft zitten, dan lekt het dus niet. Dus dat is goed. Mm-hmm. Op het moment dat het er niet meer in zou zitten, dan zou het weg zijn. Wat er dan kan gebeuren is dat de lucht van de fles gewoon weggaat. Hier naartoe wegloopt. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want het zit in je fles met een reden. Ik maak je een umbilical links achter vast, Nicole. Ja. Oké dan. Er zit nog lucht in jouw umbilical. Reserve duiken 3 op lucht. Nee, niet. Wat is die knop waar ze op drukte? Is dat ze longlucht krijgt? Ja.
Moeten we dat onder water doen? Nee, onder water kan je gewoon ademen. Boven water, voordat we de helm dicht doen, willen we graag even zeker weten dat het lukt. Zij ademt, kan gewoon automatisch ademen. Ja. En wanneer drukt ze die knop in dan? Is dat ook onder? Dat is om het ademen of makkelijker te maken. Of als je denkt van, het lukt niet. Ik wil het graag weten. Ja, oké. Dan hoeft zij niet te ademen. Ja. Oké, Nicole, we gaan aan de gang. Automatisch handelen. Ja, ben je laat? Beursknop. Neusblok. Ja, kan je klaar? Ja. Adjustment. Top. Als dit zo zit. Inflate. Dan doen we het. Deflate. Hier erin. Dicht. Op. Je zal hem ook passen door. Want ik mocht het allemaal niet verzorgen. Moet aan de oppervlakte blijven in het begin, hè? Want ik wil eigenlijk geen mogelijk lussen. En dan vraag ik, kun je bewegen? Top. Mes. Kun je hem bewegen? Manometer. Dat kan, dan zit hij ook niet goed. Kan hij dan hier zo achter een beetje zo'n lucht? Ja. Beter dan lussen. Happy? Oké, ga ik nog even kijken, oké? Ga je bewegen? Bailout, gelokt en geborgd. Mener, gelokt en geborgd. Inflator, aangesloten. Een billenkool, gelokt en geborgd. Links, bailout cilinder geopend. 1 gelokt, 2 gelokt, 3 gelokt. 1, 2, 3, 4 vast op banden. 1, 8, 0. Happy? Mes. Mes. Inflator. Inflator. Adjustment. Ja. Free flow. We gaan naar beneden een klein beetje. Ik wil je bubble check doen. Nu praat je door, toch? Ja. Ben jij doof? Nou, soms doof. Wat heb je nou? Het staat zo hard. Ik heb leren fluisteren achter een trekker. Haar hand, wat zijn keg? Wat is het? Echt voor ik. Maar wat is een keg bij jullie? Ik kan je dat niet zeggen. Want weet je wat het is? Dat is gewoon een beetje raar. Ja, maar je zegt net kegs. Wij keg, ik keg. Nee, dat is een werkwoord. Ja, maar wat is het? Ja, maar wat is het in jullie zaal? Je weet toch wel wat een keg is? Ja, ik weet wat het is, maar in mijn zaal. Ja, wat is het dan? Dat kan ik niet zeggen, want dan moet ik dat piepen. Nee, dat piep ik eigenlijk niet, maar. Nee, ja? Een keg is een stukje hout die je ergens tussen kan slaan. Nee, dat is het niet. Piep! Een stukje hout waar je ergens tussen kan slaan. Ja. Nou, wij hebben een hele andere perceptie van. En dat keg je dat. Nee, ja, nee. Dat zo noem je dat. En nou, dan hebben we ook nog keg in onze taal. Ja. En dat mag Jordi uitleggen. Ja, dat gaat Jordi uitleggen, dat weet hij wel. Wat is keg in onze taal? Dat is keg in onze taal, ja. Ja. H-O-E-R? Ik vind het lastig om te zeggen op nationale televisie. Ik vind het lastig om te zeggen, nou, jij komt gewoon uit Amsterdam hoor. Ik kom helemaal niet uit Amsterdam. Jawel. Of uit Amsterdam of uit Friesland in het westen? Keg is een vrouw in de nacht. Een vrouw in de nacht. Die werkt ook. Een vrouw van de nacht noemen ze dat, hè? Meisje van plezier. Maar jij bent Amsterdam. Meisje van plezier. Dat is gewoon, jij komt gewoon uit Amsterdam? Nee, ik kom niet uit Amsterdam. Oh, ja, boven ook maar. Dat ligt bij Amsterdam, hoor. Ja, dat is wel dicht bij Amsterdam. Ik ga zo stuk. Ik was die shit aan het kijken. Of ik was de motor van Hans aan het bekijken en toen zag ik gewoon dat ze dit hebben om te oefenen. Oetjes, kijk dit. Hoor dit. Dit wil ik gewoon zijn straks. Nou jongens, ik ben thuisgekomen zoals jullie obviously kunnen zien. En holy shit, wat een leuke dag. Het was wel weer even wennen voor mij, want ik ben 2 weken niet geweest vanwege mijn operatie. En dus ja, ik moet er altijd even inkomen. En vooral omdat ik gewoon veel onderweg ben in de auto. Het is gewoon stressvol, man. Mensen zijn zo kut onderweg. Het is echt, ik vind dat denk ik het vermoeiendst. Maar holy shit, wat een fucking leuke dag, man. Fucking dik ook. Gewoon ook, ik heb zoveel shit geleerd, wil ik zeg maar. Ook zoveel dat ik dacht,
Ik heb het, gewoon dat er zoveel meer achter zit dan alleen maar duiken. Het is echt, er komt zoveel meer bij kijken. En gewoon de hele techniek er ook achter. En dat je niet te snel omhoog moet. En nou ja, het is niet normaal. Zo ziek. Maar er komt er sowieso een deel 2. Dus wees niet bang. We gaan dit nog een keer doen. En nou, ik ga lekker de vlog afsluiten. Als jullie nou een leuke vlog vonden, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet me niet te volgen op Instagram om op de hoogte te blijven van alles. En als jullie nou een idee hebben met wie of wat ik de volgende keer moet meelopen, laat het vooral even weten in de comments of in een DM op Instagram. En dan zie ik jullie volgende keer met een goede vlog.